Als je terug gaat rekenen naar per kavel, dan zie je als je gemiddeld kijkt van 120.000, dat je op ruim 44.000 euro uitkomt per woning. Ga je dan kijken naar de oude Scheffenstraat, dan zie je dat we op 52.000 euro zitten. Vandaag was het exploitatieberaad. Dus dat ging over de grond en over de kosten daarvan. Wat wij hebben willen duidelijk maken is dat de kosten waarschijnlijk hoger gaan worden als dat ze nu zijn. En de kosten zijn al hoger vergeleken met de andere percelen als je kijkt naar de gemiddelde. Jullie hebben berekeningen gemaakt. En wat bleek daaruit? Dat het perceel bij ons gemiddeld voor één woning ruim 50.000 euro kost. En als je kijkt naar de andere percelen, dat die 9200 euro goedkoper zijn per perceel. Dus voor alleen onze 10 huizen is dat dus al 92.000 euro. Wat er bij ons extra geïnvesteerd moet worden. En dat zijn de berekeningen die de gemeente heeft gedaan. Maar zoals wij kijken naar het perceel, er zijn bodemonderzoeken gedaan. Als je kijkt naar dat rapport zitten er veel onjuistheden in. Onder andere een put met cement. Staat niet aangegeven en die moet wel weggehaald worden. Dus er komen extra kosten voor de sanering bij. En er is een vermoeden dat een deel van dat cement in het huidige rioleringsstelsel wat ernaast zit, is gelopen. Dus dat gedeelte is vernieuwd. Maar we hebben het vermoeden dat er opnieuw naar gekeken moet worden, dat dat ook vervangen moet worden. Als bewoners hebben jullie ook alternatieven aangedragen? Ja, klopt. We hebben gezien in krantenartikelen, onder andere van maart dit jaar, dat de gemeente in gesprek is geweest over percelen een paar honderd meter verderop. Drie grote percelen waar flatgebouwen op hebben gestaan. En dat zij daar mogelijk konden gaan bouwen. Het verbaast ons dan ook dat de gemeente ervoor heeft gekozen om van de bestemming wonen, de bestemming groen te maken, dus dat daar niks meer gebouwd kan gaan worden. In hoeverre voelen jullie je als bewoners serieus genomen? Door het merendeel niet. Er zijn enkele raadsleden die wel voor ons opkomen, die wel voor ons staan. Maar het merendeel lijkt toch voornamelijk te gaan voor het vervullen van het afwikkelen van de bouwclaim, dan dat ze gaan voor de punten uit de woonvisie die wij hebben aangevoerd. Waarschijnlijk ergens rond januari kunnen wij onze zienswijze, dus visie op ontwikkelbestemmingsplan uitbrengen. En dan kunnen wij al onze punten, overige punten aandragen waarom het sociaal belangrijk is. Onder andere het verkeer en zoveel punten meer.